gaf je geen goed gevoel als je er naar keek. Je hoorde dat geluid en de wind, zag je alles. Echt, het was geen mooi gezicht om te zien en te voelen. Het heeft een heleboel mensen ook bang gemaakt. En dat gebeurde vanmorgen om 5:00? Dus in de buurt van 5:00 was dat meer te merken op Coroni. En ietsje over 5:00, je kan zeggen 4:15, zo'n 17:05, merkte het heel veel in die keri. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb gestaan en ik heb staan kijken. Tegen 6:00 voelde je het nog erger. Je zag het nog erger worden. Ik heb ernaar vanuit mijn raam staan kijken. En geloof je me, dit maak je niet makkelijk mee. Dus het heeft me even aan het denken gezet van, wij moeten nou beginnen op te letten. We moeten niet zeggen van natuurrampen en die soort zaken, daarvan zijn we bespaard. Nee, de natuur die verandert steeds, is niet statisch, is dynamisch. En je merkt dat wij het invloed ervan ook ondervinden nu. Met deze harde rukwinden en met die overstromingen. Al die zaken vinden ook hier plaats. Dus in diezelfde strekking zou ik dan kunnen zeggen van, de overheid van Suriname, welke regering dan ook, moet wat meer aandacht aan deze zaken gaan besteden. Want in de toekomst moeten we echt wel voorbereid zijn dat deze zaken zullen verergeren. En wat wettelijk zou ik zeggen, mensen moeten, de verzekeringsmaatschappijen, die moeten meer mogelijkheden gaan bieden aan burgers, als die er nog niet zijn. Dat men zichzelf ook kan verzekeren tegen deze zaken. Want stel je voor, je bent niet verzekerd tegen het wegvliegen van je zinkplaten, je dak afgerukt en al die soort zaken, of overstroming. Als die zaken dan nog niet zijn of niet goed geregeld zijn, denk ik dat de verzekeringsmaatschappijen daaraan moeten gaan werken. Maar mensen moeten nu tegen die soort zaken, wat we misschien vroeger niet zoveel hadden, dat mensen daartegen nu wel beschermd moeten worden. Er zijn dus burgers getroffen door die rukwinden. Hun daken zijn weggewaaid en ja, zo. Ja. Niet één of twee, een aantal. Net stonden we erover te praten van dat is gebeurd. Kijk, bijvoorbeeld bij mij thuis ga je vertellen, dat kan je voorstellen hoe sterk die rukwinden waren. Mijn vlag aan mijn vlaggenmast die voor mijn huis staat. En ik heb het niet met een gewone touw. Ik heb hem met die nylon, die dikke nylon touw heb ik het gezet. En waarom ik dat gedaan heb, omdat ik hem stevig aan die vlaggenmast gebonden heb. Zodat de zwervers in de buurt het niet meenemen. Dan kan je je voorstellen dat die gewoon gesneden is. En mijn vlag helemaal op mijn buurman zijn sputting gevlogen is. Dan moet je begrijpen hoe sterk die rukwinden echt waren. Mijn buurman bijvoorbeeld, een plafond, die zijn van grote, van die witte schroten, die is gevlogen naar mij erf toe. Dus dan kan je zien wat er allemaal vandaag plaatsgevonden heeft. Dat zijn kleine dingen die hier ik aangeef. Maar er hebben ergere dingen in andere buurten plaatsgevonden. Maar weet u als het NCCR daar al aanwezig is om de mensen te helpen? Nee, ik weet niet als ze hier zijn. Ik moet dat even nog gaan checken. Ik heb net met een aantal mensen van andere resorten gesproken. En het blijkt dat in alle resorten hier en daar wat huizen beschadigd zijn. Zinkplaten weggevlogen zijn en zo. Maar hoe groot echt de schade is, die ga ik nu even uit mezelf in kaart brengen om te weten wat er aan de hand is.